Sjors, morgen de wedstrijd tegen Helmond Sport. Het eerste wat opvalt vandaag op de training, Alex Bangura is er niet bij. Waar is hij? Ja, die vraag hebben we veel gehad vandaag. Alex heeft de ruimte gekregen van de club om een transfer, als het kan, af te ronden. Dus de vraag of dat gaat lukken, want er moet altijd een hoop gebeuren nog voor iets echt afgerond is. Die kans is wel groot, dus die ruimte hebben we vandaag gegeven. Morgen is natuurlijk de deadline. Hoe lastig is dat op een wedstrijddag? Ja, dat is gek, want normaal ben je dan bezig met transfers. En nu opeens is iets belangrijks, de wedstrijd. Maar ja, tegelijk in je achterhoofd zitten die transfers. Dus gelukkig is Etienne daar druk mee bezig en ik met de ploeg. Maar het is wel gek dat het zo samenkomt op één avond. Is het ook lastig om je ploeg dan bij de wedstrijd te houden? Ja, gelukkig speelt het bij ons heel weinig. Eigenlijk is Alex de enige waar het echt zo concreet speelde. Ik kan me goed voorstellen als hij er morgen is, dat het voor hem heel lastig is. Verder vat in onze groep eigenlijk geen uitgaande transfers. En ook geen jongens die continu een telefoon willen refreshen om te kijken of ze al een berichtje binnen hebben. Dus ik vat er morgen geen probleem meer mee. Maar goed, de voetballerij kan altijd alle kanten op. Daarentegen heb je wel positief nieuws ook gehad natuurlijk over Milan Smit. Die heeft zijn contract verlengd. Hoe blij ben je daarmee? Ja, ik vind het vooral heel mooi dat de club dat doet. Kijk, hij had nog bijna 2 jaar contract. Dan kan je als club ook denken, nou nog 2 jaar. We zien het wel. Maar dat spreekt denk ik echt uit dat de visie in de club is. En beleid als het gaat om eigen spelers kansen geven. En daar ook voor belonen. Niet zeggen, nou, je zit nog 1,5 jaar, 2 jaar hier. We zien het over 1 jaar wel. Maar nu al laten voelen aan spelen. We waarderen je. We zien toekomst in je. En dat is een beloning voor hem. Maar ook denk ik voor de hele opleiding. Al die mensen die elke keer kunnen kijken hoeveel jeugdspelers hier op het veld staan. Moeten ze ook heel erg sterk voelen dat wij als opleiding echt de goede kant op gaan. Het vertrouwen vanuit de trainer, vanuit Etienne. Dat spreekt gewoon een goed gevoel uit naar mij. En om hier nog langer te blijven. Je hebt je in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Waar komt die ontwikkeling met name vandaan? Ik denk hard werken. Specifiek werken met de trainers. Hulp vragen. Dus ik denk vooral dat. Kun je dingen noemen waar je met name ook echt iets aan hebt gehad? Ja, zeker veel krachttraining gehad. Veel met Bart op het veld bezig geweest ook. En dat heeft mij wel enorm geholpen, ja. Wat zijn de dingen waarvan je zegt van nou, dat zijn echt dingen, daar ben ik echt significant beter in geworden? Dan toch wel het fysieke. Toen ik hier net bij het eerst kwam was ik nog een jongetje, zeg maar. En nu langzaam begin ik steeds meer een man te worden. En om jou heen zijn er natuurlijk nog veel meer jeugdspelers die ook doorstromen. Hoe vind je dat eigenlijk, dat de club de kans geeft? Ja, heel goed, heel goed. Natuurlijk heb je ook wel clubs waarbij het daar bijna niet gebeurt. En ik denk dat het hier heel goed gaat met de jeugd. Goede kwaliteit spelers. Dus ik denk dat het alleen maar een compliment is naar de jeugdopleiding. Je trekt het inderdaad al een beetje breder. Want de afgelopen wedstrijd stonden er volgens mij 6 of 7 jongens op een gegeven moment in, hè? Ja, dat is fantastisch. En natuurlijk, die gasten maken ook fouten. Dat mag. Maar dat we het podium kunnen bieden eraan. Dat ze zo goed mee kunnen gaan. Onze manier van spelen. In die energie. Dat is mooi voor de jongens. Voor de opleiding. Maar denk ik ook voor de hele regio. Gasten zien die echt graag voor Cambuur willen spelen. In plaats van gasten die je van buiten haalt. En denken nou, zakken vullen en ik ga door. Dit zijn gasten die echt hier willen spelen. Die er alles voor doen al jarenlang. Dus ja, hele mooie stappen voor de club. Gewoon alles hieromheen. De mensen hieromheen. De stad Leeuwarden. Het is wel iets anders dan de meeste clubs. Dat is heel mooi. Merk je ook dat mensen nu anders tegen je aankijken? Je staat nu in de basis. Dat geeft ook een stukje status, denk ik wel. Ja, zo zie ik het zelf niet per se. Want ik vind mezelf nog steeds niet een vaste baas speler. Natuurlijk moet wel gaan komen nu. En het zijn goed op weg. Alleen nee, mensen die anders naar me kijken, volgens mij niet per se. En ik blijf zelf ook gewoon nuchter eronder. Ik begin niet naast mijn schoenen te lopen of wat dan ook. Dus nee, dat gaat allemaal gewoon hetzelfde als hiervoor. Jij gaat als spits natuurlijk voorop in de strijd. Deze ploeg wordt natuurlijk gekenmerkt door een hoop energie. Dat is het toverwoord altijd. Hoe vind jij dat jullie tot nu toe presteren? Ja, goed, we hebben 7 uit 3. Dus ik denk dat het energielever, wat je net zegt, dat het heel goed gaat. En dat we een jong Ajax ook hebben laten zien. We scoren 2 goals uit de druk zetten van voorin. Dus ik denk dat het goed gaat. Toch zijn er ook nog wel de nodige verbeterpunten. Logisch. Wat vind jij bij jouzelf dat je zegt, nou, dat wil ik nog graag wel verbeteren? Een veldgoal maken zou wel lekker zijn. Dan maar tegen Helmond Sport? Ja, dat gaan we doen. Waar ligt de focus nu op voor jullie? Ja, dat is wel echt die energie vasthouden vooral. Want dat maakt je sterker en dan moet je ermee doorgaan. Maar het is mooi als je energie en controle kan combineren. Niet energie in alle kanten opvliegen, maar energie, als je hem kwijt bent, gelijk weer terugwinnen. Denk aan het penaltymoment tegen Ajax. Die bal viel er 3-4 keer uit, maar gelijk hadden we de bal weer terug. Met een tackle van Daniel van Kaam, een tackle van Verder de Jong, gelijk een goede bal naar voren toe.
dat idee, dat je die energie vasthoudt, maar met je controle. Dus een betere restverdediging. Wat slimmer zijn in waar je risico's neemt. Minder spelervattingen weggeven. Goed dekken voor de goal. Nou, zulke dingen zijn wel een goed voorbeeld van wat meer controle hebben zonder de energie te verliezen. En Helmond Sport, dat is natuurlijk de volgende ploeg waarin je dat weer kan ontwikkelen. In hoeverre is Helmond een ploeg die je al tegen bent gekomen qua speelstijl? Nou, ze willen wel echt voetballen. Dus wat dat betreft lijken ze echt wel op hoe Ajax ook speelt. Ze brengen een soort vierde middenvelder erbij met de buitenkant. Linksbuiten komt naar de bal toe. Dus echt een ploeg die zoekt naar voetballende oplossingen. Met een hele slimme, snel diepgaande spits erbij. Het is echt een ploeg met veel gevaar. Dus ja, een beetje vergelijkbaar met hoe Ajax het wil doen. Maar wel met meer diepte. Meer snelheid voorin. Meer die flanken snel zoeken. Dus ja, weer een mooie uitdaging.